Naast onze vier voedingslijnen biedt Canna een reeks additieven die je helpen om nog betere resultaten te behalen. Canna Boost bijvoorbeeld versnelt de stofwisseling van je plant. Het bevat plantenextracten die de plant helpen betere bloemen en vruchten te produceren. Canna Boost is geschikt voor elk groeimedium. In deze video leggen we de verschillende functies van Canna Boost uit. Het stimuleert de productie van chlorofiel voor een hogere fotosynthese en daarnaast verbetert Canna Boost ook de smaak van het fruit. De energie die wordt opgevangen door fotosynthese wordt door de plant getransporteerd, meestal als complexe suikers of koolhydraten. Vanaf de bladeren bewegen de meeste suikers zich naar boven en worden gebruikt voor de groei en later voor de productie van bloemen of vruchten. Sommige suikers worden ook naar beneden, naar het wortelstelsel, getransporteerd. Het wortelstelsel bestaat uit wortels en wortelharen. Rond deze wortelharen zitten veel kleine organismen. Sommige van deze micro-organismen, zoals kleine schimmels, ook bekend als mycorrhizalschimmels, absorberen energie en metabolieten uit de wortel, maar nemen ook voedingsstoffen op en geven deze door aan de plant. Wanneer het schimmelmicro-organisme sterft, bederft het. Daarna worden de voedingsstoffen in de grond afgegeven. Gebruik Canna Boost vanaf de tweede vegetatieve fase. Canna Boost bevat zeer gespecialiseerde koolhydraatketens, zoals oligosacchariden en aminozuren. De ingrediënten in Canna Boost worden geabsorbeerd door het wortelstelsel en de schimmels in de wortelzone. Nu hoeft de schimmel minder suiker van de plant zelf te verbruiken. De voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. De oligosacchariden brengen een reactie in het wortelstelsel teweeg. Al deze voedingsstoffen worden vervolgens naar de bladeren, bloemen en vruchten van de plant getransporteerd. Op cellulair niveau zien we dat chlorofiel uit aminozuren bestaat. Dankzij het chlorofiel kan de plant door middel van fotosynthese de verschillende koolhydraten synthetiseren die deze nodig heeft om te groeien en te functioneren. De tweede functie van Canna Boost is dat het de plant helpt meer chlorofiel te produceren, wat de fotosynthesesnelheid verhoogt. Hierdoor worden de bladeren groener en krijgen de bloemen meer energie, bouwstenen en koolhydraten. Dit betekent dat ze sneller en krachtiger groeien. Je kunt Canna Boost ook direct op de bladeren aanbrengen om de absorptie te versnellen. Met het gebruik van Canna Boost in een bladspray kun je vanaf het begin van de vegetatieve fase beginnen. Canna Boost helpt bloemen groter te worden. Naarmate de bloem verandert in een vrucht, zullen de componenten in de Canna Boost en de suikers die door de extra fotosynthese worden gecreëerd de nieuwe vrucht nog groter maken en de smaak verbeteren. De vrucht absorbeert ook de voedingszouten van de Canna voedingsstoffen en pK 13-14. Als je de plant ook met Canna Boost voedt, stijgt het suikergehalte in de vrucht, waardoor het eindproduct nog zoeter smaakt. Als je Canna Boost correct gebruikt, behaal je elke keer een optimaal resultaat. We hebben ook andere additieven die je naast Canna Boost kunt gebruiken. Zo weet je zeker dat je alles uit je plant haalt. Vergeet dus niet om Canna Rhizotonic, Cannazym en Canna pK 13-14 te gebruiken tijdens de bloeifase. Dit geeft je een nog betere opbrengst.